Enzo Knol heeft 2,1 miljoen abonnees op YouTube. Zijn broer Milan heeft er 1,2 miljoen. En nu komt er nog een vloggend familielid bij. De mannen krijgen serieuze concurrentie van hun bloedeigen moeder. Irma Knol doet natuurlijk al wat ervaring op in de mega populaire vlogs van haar zoon. Jeetje, bijna net zo prachtig als jij. En ze trekt nu zelf de stoute schoenen aan. Ik ga mijn week vloggen. Of eigenlijk stukjes uit mijn week. En daar wordt één vlog van gemaakt die elke donderdagavond om 7 uur bij Libelle TV online komt. Ik heb eigenlijk hetzelfde motto als mijn kinderen. Als je jezelf bent en doet waar je plezier in hebt, ja, dan is het misschien leuk om te zien. Of de vlogs van moeders net zo intiem worden als die van haar knulletje, dat valt nog te bezien. Nou, het is uit. Als ik ruzie heb met Gert, dan ga ik dat niet vloggen bijvoorbeeld. En als ik net uit mijn bed stap, ik denk het niet. Nee, ik kies het nu wel heel erg uit van als ik ga koken of als ik op de motor ga. Dat zijn de momenten, denk ik. Maar misschien groeit het toch wel wat meer uit. Het vloggen is niet meer weg te denken uit de familie Knol. En het heeft Enzo ook veel meer gebracht dan alleen een dikke bankrekening. Hij bleef maar in zijn stoel zitten, gamen, blowen en niet naar school gaan. Ja, dat is vreselijk. Dat is, als moeder is dat vreselijk. Maar toen hij eenmaal dat vloggen ontdekte en ik zag dat hij helemaal ging opfleuren, dat hij weer naar buiten ging en wat van zijn leven maakte, ja, daar word je vrolijk van. En als Irma er even niet uitkomt, is goed advies nooit ver weg. En dan kan ik dat knopje natuurlijk niet wennen. Het is eigenlijk een beetje een omgekeerde wereld. Normaal dan is natuurlijk mama die je om advies vraagt, maar nu in dit geval ga ik hun om advies vragen als er wat is. Leuk. Ja, ga haar volgen, want volgende week te zien.